Dag en leuk dat u kijkt naar het Weerplaza schaatsjournaal van woensdag 10 februari. Op veel plaatsen in ons land ligt de ijsvloer er werkelijk prachtig bij. Mooie stukken zwart ijs hebben zich gevormd, maar het is nog lang niet overal dik genoeg. Op sommige plaatsen zijn ze al aan het schaatsen, maar bijvoorbeeld op deze foto zien we ook veel sneeuw op het ijs liggen. Het ijs heeft ook een apart kleurtje, dus het ijs is ook zeker niet betrouwbaar. Het is dus belangrijk dat als je van plan bent om te schaatsen, de lokale situatie goed in de gaten te houden. Ook nog lang niet alle ijsbanen zijn open, want dit is bijvoorbeeld een ijsbaan in Rodeschool waar ze een stuk land onder water hebben gezet. Ja, en daar wil je het liefst zo'n 10 centimeter aan ijs hebben voordat je erop kan. Want het water natuurlijk onder het ijs, daar wil je niet doorheen zakken, want dat levert natte voeten op. Op andere plaatsen gaan ijsbanen steeds meer open, bijvoorbeeld die ijsbanen die op zo'n betonnen baan worden gemaakt. Maar die ijsbanen hadden vanmiddag wel last van de zon. Op sommige plaatsen moesten de ijsbanen zelfs dicht, omdat de voorgeschiedenis van deze koude periode vrij zacht was. Warmte vanuit de bodem zorgt ervoor dat het ijs van onderaf een beetje dooit. En door de belasting wordt dan de ijskwaliteit ook steeds slechter. De temperatuur is overdag niet zo heel erg laag, waardoor het ijs overdag dus een beetje kan gaan dooien, zelfs van boven en van onder, onder invloed van de zon. 'S Nachts wordt het ijs vervolgens weer sterk genoeg en dan kunnen de volgende ochtend de meeste banen wel weer open. Ook bij Weerplaza hebben wij de ijsdikte gecontroleerd, want we hebben een mooi stukje water voor onze deur liggen. We gaan nu hier naast onze weerkamer in Houten de ijsdikte meten. Want als meteorologen willen we natuurlijk ook graag een rondje kunnen schaatsen. Ja, de ijsvloer ligt er heel mooi bij, maar de vraag is of het dik genoeg is. Ik heb een boormachine meegenomen, een rolmaat. Ja, en dan komen we erachter. Als het een centimeter of 6 is, dan kunnen we er wel op staan. Maar het liefst willen we natuurlijk 7 of 8 centimeter om in ieder geval te kunnen schaatsen met weinig personen. Dus ik ga nu even kijken. Hier ligt ongeveer 5,5 centimeter ijs. Het zou genoeg moeten zijn om op te staan. Maar om echt goed op te kunnen schaatsen, ja, dat is dan nog eventjes net te dun. Dus het zou nog een nachtje moeten wachten. Maar goed, hoe gaan we dan verder vannacht? Nou, vannacht ziet het er anders uit dan afgelopen nacht. Afgelopen nacht kwam bewolking vanaf de OC over Nederland te liggen. Ja, en dat temperde de temperatuurdaling wat. Vannacht draait de wind wat meer naar het oosten. Komt drogere, maar ook heel koude lucht vanuit Duitsland ons land binnengestroomd. Levert landinwaarts temperaturen op veel plaatsen op van min 10 tot min 15 graden als het helder is. En dat betekent dat die ijsgroei flink hard kan gaan. Vannacht staat er ook nog altijd een beetje wind. En dat is gunstig voor de ijsaangroei, want bij ijsvorming komt namelijk warmte vrij. Zodra het een beetje blijft waaien, wordt die warmte afgevoerd en kan ijs toch wat sneller dikker worden dan wanneer er heel weinig of geen wind staat. Dus lage temperaturen en een beetje wind, perfect voor ijsgroei. Nou, de komende dagen kan het ijs zeker verder blijven groeien. Morgen overdag temperaturen op veel plaatsen onder het vriespunt. Ook de nacht naar zaterdag en de nacht naar zondag regionaal toch zeer koude nachten. De temperatuur loopt in de loop van zondag wel weer op. Zeker in het zuiden van het land kan de temperatuur weer boven nul komen. Ja, na het weekend loopt in heel het land dan de temperatuur vervolgens op. Maar omdat zondag de temperatuur weliswaar 's middags in de buurt van het vriespunt ligt, denk ik toch niet dat dat de schaatspret zal drukken. Want de ijsgroei gaat flink door. Momenteel 4 tot 8 centimeter ijs op veel plaatsen. Genoeg om net op te kunnen schaatsen of te kunnen lopen. Maar er komt nog wat bij. En misschien dat in het weekend in het meest optimale geval op veel plaatsen een ijsvloer ligt van 10 tot 15 centimeter dik. En dat is dan genoeg om veel mensen te kunnen dragen. Na het weekend toch wat zachtere lucht. De dauwpunttemperatuur die komt ook boven nul uit waarschijnlijk. En dat betekent dat de ijsvloeren op veel plaatsen toch wel een dooi onderhevig zijn. Misschien dat maandag dan nog op verschillende plaatsen geschaatst kan worden. Een enkele waaghal. Of durfde misschien nog op dinsdag, maar daarna lijkt het ijs toch echt onbetrouwbaar te worden en gaat de dooi op steeds plaatsen veel harder. Ondanks dat is de schaatsthermometer ten opzichte van gisteren nog niet zoveel opgelopen. Die staat nog steeds op slootjes. Maar ik denk dat komend weekend we die schaatsthermometer toch gerust op plassen en meren kunnen zetten. Met de verwachting in het vooruitzicht van de zeer koude nachten, de lage temperaturen overdag, denk ik toch dat het ijs voldoende dik is op meerdere plaatsen om veel schaatsers te kunnen houden. We houden u op de hoogte met morgen een nieuw schaatsjournaal. Fijne dag nog.